De trouwe bezoekers van het brede strand in Bergen denken nog altijd met weemoed terug aan Bello. Het locomotiefje dat met zijn zware wielen, onvermoeibaar en gestaag, meer dan een halve eeuw lang, elke zomer duizenden badgasten van Alkmaar naar zee trok. ...31 augustus 1955 maakte het treintje zijn laatste rit. Maar de Bergenaren gaven het niet op en bleven vechten om Bello in hun midden terug te krijgen. Nu, 5 jaar later, hebben ze hun zin gekregen. Bello blijft in Bergen. De burgemeester en vele getrouwen zagen machinist Heijnen en leerling machinist Venneker nog eenmaal het locomotiefje beklimmen om de remmen los te gooien voor de rit van enkele meters naar het stootblok. Met hefbomen en een trektafel werd Bello naar zijn verdiende laatste rustplaats getrokken, terwijl hij zijn laatste pijpje rookte. In zijn schoorsteen zat een rookbom. Op het moment dat Bello het stootblok raakte, was hij een monument geworden. Sta in vrede, had de burgemeester gezegd, en als de jeugd en de souvenirjagers die wens opvolgen, zal Bergen tot in de lengte van dagen zijn Bello behouden.